jongens, bedankt voor het kijken van mijn wijze lessen. Wel, die aflevering dingen. Maar voor de Nerf fans heb ik weer een Nerf filmpje voor jullie. Ik had sowieso al een Nerf filmpje gemaakt, want ik weet dat sommige mensen die kijken Nerf erg leuk vinden. En ja, ik ben van plan om iets meer Nerf filmpjes te gaan maken. En ja, maar wat we nu gaan doen is de verte testen in de buitenlucht. Dus, het geweer die we hebben is de Nightfinder, simpele Nightfinder met laser. Ja, en ik heb een pijltje bij hem kwijt, dus ik heb een ander pijltje. De Recon zonder stok, zonder barrel en stok. Zo schiet het gewoon even wat lekkerder. En ja, die gaan we dus ook uittesten. En mijn best wel een beetje achtig nieuwe long strike. Zo. Deze is wel helemaal compleet. We gaan deze met barrel en zonder barrel doen. Dus ja, laten we beginnen. Oké, jongens, als eerst de Nightfinder. Oké, wat ik dus eerst ga doen is met de Nightfinder ga ik de hoe ver die kan en hoe hoog die kan. Oké, wat we dus als eerste doen is dus rechtuit schieten. Het zou kunnen dat je het pijltje niet heel goed ziet, maar ik loop voor jullie heen. Terwijl ik film dat je het pijltje weet waar het pijltje is geland. En maar eens schieten. Ja, dat was niet slecht. Oké, dit is waar ik dus heb geschoten. En hij is helemaal hier. Dus dat is zover. Pijltje. Geweer. Zie je hem daar? Daar zo. Hier paaltje geur. Dat is ongeveer volgens mij dit met hier is volgens mij 4 meter vanaf de grond rechtuit schieten. Kijk, als je staat, dan heeft het paaltje meer te bereiken. Maar vanaf de grond is echt iets preciezer van geweerhoogte. Oké, nu gaan we dus met Nightfinder in een boogje schieten, staand. Oké, jongens, ik doe het maar eventjes een beetje in kotstijl. Hij staat in een boogje en hij schiet in 3, 2, 1. Zo, dit gaat aardig ver. Oké, weer waar ik heb geschoten. Helemaal. Lopen. Hier. Ik heb hier 2 bomen staan. En vanaf hier tot en met het geweer daar. Kleine puppeltje daar. Het gele puppeltje. Dat is het geweer. En dit is zo'n 10 meter. 15 meter. Dus goed gedaan, Nightfinder. Je hebt een totale afstand van 14 meter gehaald. Oké. Wat we nu dus doen is met de Nightfinder de lucht in schieten. Hij staat recht. In 3, 2, 1. Zien jullie hem? Zien jullie hem? Recht naast me. Oh, dat was zo'n 7 meter. Ik geef de 6 meter hoogte. Ja, 6 meter. Nou jongens. Met al de 3 proefjes die ik nu heb gedaan met de Nightfinder, geef ik het zo'n... Ik geef het voor hoogte en verte. Het is eigenlijk gewoon een afstandtest. Geef ik het eigenlijk wel... Ja, ik geef het een 9. Ik weet het is een Nightfinder, maar verte... De... Weet het? Recht? Dat was... was het nou? Nee,
achter. Op het einde van dit fragment. Maar ik kan het jullie wel vertellen nog. Het was recht. Was het 4 meter. In een boogje staand. Was het 14 meter. En omhoog was het 6,5 of 6 meter. 6,5, 6 meter. Ik geef ze 6,5 voor de hoogte. En nou ja, de taakbalk is toch verschenen. Ik irriteer me. Heel erg. De taakbalk is toch verschenen. Ja. Irritant. Maar bedankt voor het kijken. Kijk ook deel 2. Wat later uitkomt. Maar als het eruit is, dan zet ik het in deze video. En dan komt het hier. Hier ook. Recht boven mijn vinger. Hier. Oké? Okay? Hier. Recht boven mijn vinger. Hier zo. Hier. Oké? Okay? Hier. Als het uit is. Maar de Nightfinder. Ik geef de 9. Bedankt voor het kijken. Olimovies out.